Welkom bij de yoga in Deventer en omgeving. Kijk, je kunt heel negatief kijken naar deze crisis. Maar, nou ja, ik durf het haast niet te zeggen. Maar voor heel veel dingen was voor mij een uitdaging. Of om juist te kijken van, ja, hoe voel ik mij daar goed bij? En dan draait het eigenlijk allemaal om balans. En dat zie je ook op het ogenblik. Mensen schieten of die kant op, ze worden complotdenker, of ze schieten die kant op, helemaal in de angst. En die balans, dat is op het ogenblik zo belangrijk. En wij hebben bij de yoga, daar werken we elke dag mee, dat is de chakra-energie. Chakra betekent wiel. En ik heb al 2 video's gemaakt, 1 over wat chakra's zijn, en ook al eentje over het eerste chakra. Het Muladhara chakra. En vandaag wil ik iets vertellen over het tweede chakra. Bij vrouwen is het wat duidelijker. Zit in de buurt van de baarmoeder. En bij ons mannen in de buurt van de mild. En het tweede chakra, dat is Swadhisthana chakra. Swadhi betekent zoet. Genieten van het leven. Dat je ook in die coronatijd, dat je kunt genieten van de dingen die wel mogelijk zijn. Kijk, de kern van dat tweede chakra, en dat is ook een hele mooie balans, want het eerste chakra is nog het element aarde, zekerheid. Hè? En vaste grond onder je voeten. Maar als je daar eens doorslaat, dan begin je ook overal voor te zorgen en noem maar op. Dus het tweede chakra, dat zorgt ervoor dat je meestroomt. Hè? Mijn leven ziet er op het ogenblik ook heel anders uit. Hè? Ik heb maar de helft van het salaris wat ik ervoor had, al een jaar lang trouwens. Maar dat je daar een positieve draai aan geeft. Dat je zegt van we gaan genieten van de kleine dingen. En we gaan genieten van gevoelens. Nou, dat tweede chakra is het element water. En water stroomt. Dus meestromen. Op alle fronten. Dat bedoel ik. Van de avondklok, dat je zegt, niet klagen van we mogen niet naar buiten toe en dictatuur en zo. Hè? Maar dat je zegt van, we doen wat leuks. Hè, we hebben bijvoorbeeld 50 spirituele dvd's gekocht. En elke avond zitten we lekker een uur of 2, 3, zitten we lekker spirituele dvd's te bekijken. Hè, dat is dat element water, dat je meestroomt in de situatie. Hè, en niet klaagt van, ja, vorig jaar hadden we nog 2 keer zoveel salaris. Of vorig jaar mochten we nog naar buiten toe. Dat is een belangrijk aspect van dat tweede chakra. Dan komen we, en dat merk ik als yoga-leraar ook heel erg, gevoelens. Je ziet nu dat heel veel mensen in deze crisistijd hun gevoelens onderdrukken. Ze zeggen dat ze niet angstig zijn. Ik heb nog nooit iemand ontmoet op Facebook die zei ik ben bang. Maar toch staat het wel in de krant. Dus hoe ga jij om met dat gevoelsleven? Heb je een paar vrienden om je heen met wie je dat deelt? Heb je een dagboekje waar je die gevoelens in opschrijft? Zie je ook de relatie tussen hoe je je voelt en hoe je handelt? Nou ja, dat zijn allemaal dingen die je eens in de gaten kunt houden. En ook misschien wat meer aandacht geeft. Daarom mediteer ik altijd. Als je mediteert in stilte, dan merk je ook altijd dat er heel veel gevoelens omhoog komen. En heel veel mensen zien op het ogenblik dat die gevoelens worden onderdrukt door ADHD. Bijvoorbeeld sprak ik vanmorgen nog iemand die zei van ja, ik heb ADHD, hè, dus altijd druk bezig. En daardoor voel ik heel weinig. Hè. Dus dat gevoelsleven geeft dat eens aandacht. Nou ja, dan het tweede chakra, mannelijke energie, vrouwelijke energie, yin en yang. Die yin en yang die zie je overal om je heen. Dat is dat denken en dat voelen. Dat is dat je de ene dag blij bent en de andere dag een beetje depressief. En dat je daar ook een balans in vindt. Heel veel mensen die onderdrukken altijd de dingen die ze niet leuk vinden. Maar dat je daar ook tijd voor neemt. En een soort vertrouwen hebt van, nou ja, morgen is het over of is het minder. Of we zien wel. Dus die yin en die yang die je ziet in dat voelen en dat denken en dat naar buiten mogen. Nu is het heel mooi weer, dus wij leren ontzettend van onze kat.
Die heeft met die koude tijd, zat hij eigenlijk altijd binnen. Hij wilde zelfs niet naar buiten toe. Maar nu haalt hij de schade gewoon in. Hij ligt dag en nacht ligt hij naar buiten. Hè? En dat is ook mooi. Zo'n kat stroomt ook mee met het weer, met de situatie en alles wat er zo gebeurt. Hè? Dan zie je met dat tweede chakra, dat is ook wel dat denken en dat voelen. Hè? Dat is wel een beetje dat yin en yang, maar daar wil ik toch ook een beetje aandacht aan besteden. Ja, dat voelen heb ik al iets over gezegd, maar dat denken. Hè? Kijk eens hoe jij uit dat denken komt. Hè? Is dat door middel van meditatie? Of is dat door middel van een andere truc? Hè? Lopen bijvoorbeeld, aarden is een hele goede manier van dat je dat op de een of andere manier dat denken los kunt laten. Of dat je er minder mee bezig bent met dat denken. Dan dat tweede chakra, nou, ik heb het al een beetje genoemd, dat is ook dat genieten. Hè? Dat je toch de dingen zoekt van wat fijn is. Nou ja, kijk naar het lichamelijke bijvoorbeeld, dat is ook het tweede chakra trouwens. Dat is die aanraking op het ogenblik. Hè? Dat je zegt van, er mag heel veel niet, maar nu de contactberoepen weer vrij zijn, dat je zegt, nou, ik laat me nu eens wat meer masseren bijvoorbeeld. Hè? Of, het is nog een beetje een taboe in Nederland, die tweede chakra-energie, want dat is ook de seksuele energie. Hè? Dat je zegt van, die seksuele energie zorgt er ook voor dat je stress kunt loslaten. En dat je wat meer plezier hebt enzovoort in het lichaam en in de gevoelens enzovoort. Dus ja, het klinkt misschien een beetje zweverig, maar in deze crisis zou je ook eens kunnen kijken van, ga ik ook anders om met die seksualiteit? Hè? Of met dat aanraken, of dat omhelzen, of dat contact hebben met de ander. Hè? De tweede chakra is ook iets van verbinding, zeg maar. Nou ja, je kunt het op allerlei fronten doen, die chakra energie in balans. En je zou het bijvoorbeeld al kunnen doen met eten, hè. Dat je nu wat meer citrusvruchten eet. Of wat meer schelpdieren. Hè? Dat je oesters of mosselen eet. Hè? De R zit weer in de maand. Hè? Dat bevordert ook die tweede chakra energie. Hè? Of dat je jezelf eens lekker trakteert op iets lekkers. Op chocola of op een lekker wijntje in het weekend of zo. Nou. Kortom, die tweede chakra energie, daar zit er wel wat taboe op in Nederland. Maar dat is ook een energie. En vooral in combinatie met, als je ziet de combinatie met het chakra wat eronder ligt. Het eerste, dus zekerheid en structuren. Maar dat je bij het tweede chakra ook de structuren los kunt laten. En ik zal binnenkort een filmpje maken over het derde chakra. En dan zie je dus wat je voelt, dat je daar ook een beslissing in neemt. He? Nou ja, ik heb bijvoorbeeld gevoeld van dat ik het heel fijn vind in deze tijd om de natuur op te zoeken. Maar ja, daar moet je wel wat voor doen, discipline. He, dat je zegt elke dag, hup, we pakken de auto of de fiets en we gaan de natuur in. He, want dat stemmetje zegt altijd van, nou, het zou zo meteen wel eens slecht weer kunnen worden of zo. Dus dat derde chakra, waar ik binnenkort wel iets over zal vertellen, dat is dat je die gevoelens herkent, maar dat je dan er iets voor doet, moeite voor doet, energie voor doet om het voor elkaar te krijgen, te realiseren. Nou ja, ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen doen in het dagelijks leven. En dat die chakra-energie, hè, wij kennen er bij de yoga in principe 7, hè, dat die energie vrijelijk door het lichaam mag stromen tijdens de komende maanden nog. Want we zijn er nog niet vanaf. Met een yoga goed en ik geef nog privélessen. En binnenkort misschien weer beginnen. Maar je kunt altijd je aanmelden voor een privéles. Als je zegt, mijn derde chakra energie stroomt niet zo goed. Of de tweede. Kom dan eens langs. Dat we samen daar eens mee aan de gang gaan. Met een yoga groet. Uit de Koekstad.